In deze film ga ik contactbladen maken in Lightroom. En wat zijn contactbladen? Nou, dat zijn eigenlijk niet meer dan A4'tjes tegenwoordig, met daarop allerlei kleine foto'tjes. Gewoon makkelijker om een selectie te maken. Want stel dat je bijvoorbeeld deze hele selectie van foto's wilt bespreken met je model, dan kun je alle foto's los doorsturen. Maar dat is vrij veel werk en ook vrij groot. Maar je kunt het ook beperken tot bijvoorbeeld een paar A4'tjes waarop zij digitaal kan kijken en dan mee kan selecteren. En hoe maak je nou dat contactblad? Dat zit in de module afdrukken en die vind je hierboven. En als je daar naartoe gaat dan krijg je als eerste dit voor je neus. Aan de linkerkant heb je een aantal schablonen. En daar kun je bijvoorbeeld contactblad 5 bij 8 kiezen. En je ziet dan vervolgens dat dat netjes ingevuld wordt. Dat wordt in dit geval ingevuld met alle foto's uit de onderstaande filmstrip. Dat kun je eventueel ook veranderen met. Alleen de geselecteerde foto's. En dan kun je ze bijvoorbeeld zeg maar met de hand selecteren. Of je kunt als je de foto's van tevoren geselecteerd hebt met een vlaggetje. Bijvoorbeeld alleen de foto's met vlag geven. Nou, die zijn er in dit geval niet. Of je kunt gewoon kiezen voor alle filmstrip foto's. En wat Lightroom doet, Lightroom pakt dat schabloon, wat we dus aan de linkerkant hebben geselecteerd. En die gaat daar alle foto's gewoon netjes op zetten. En dat is dan in het formaat 5 bij 8 En dat is niet helemaal wat we willen. Ik wil gewoon netjes een A4'tje. Maar je kunt hieronder bij pagina instelling gewoon kiezen voor een A4. En als je op oké OK drukt dan zie je dat hij net iets smaller wordt. Alleen vind ik dit een klein beetje zonde. Want je hebt hier wel de fotootjes dus je kunt het allemaal wel prima zien. Maar de fotootjes hebben heel erg veel witruimte. En dat is zonde want wat wit is daar had eigenlijk ook gewoon een foto kunnen staan. Dus ik wil dat ook nog een klein beetje veranderen. En dat kan hierboven bij layout. Ik wil om te beginnen een klein beetje marge aan de bovenkant. Dat vind ik wel zo netjes. En ook aan de onderkant wil ik een gelijke marge. Maar ik heb nu dus acht rijen. Dat is van boven naar beneden. En ik heb vijf kolommen. En dan laat ik bijvoorbeeld die rijen eens terugbrengen tot zes. En de kolommen is tot uh, vier. En je ziet de foto's worden dan groter, er worden ook gewoon minder foto's per pagina weergegeven. Maar dat maakt op zich helemaal niet zo uit. En je kunt eventueel ook de celafstand nog wat verkleinen of vergroten als je wil. Ik zet er nog gewoon even één kolommetje bij. En ik hou dit zo. Dit wil ik dus straks naar mijn model sturen. En hierop staan dus gewoon even heel simpel gerekend: 30 foto's. Dat zijn ze dus niet allemaal. Je ziet ook hieronder dat ik dus vier pagina's heb. En wil je nou naar de andere pagina's, dan kan dat met deze pijltjes toetsen: het rechter pijltje natuurlijk voor de volgende, en het linker pijltje om terug te gaan. En het laatste blad, daar staan de resterende foto's op. Dat staat natuurlijk niet helemaal vol. En hier het vierkantje om terug te gaan naar de eerste. En nu is het de zaak dat we dit kunnen afdrukken naar een bestand. Dat vind je hieronder bij afdruktaak. En standaard staat dat op afdrukken naar printer. Maar in dit geval willen we dat dus naar een JPEG bestand afdrukken. En je ziet dan verschillende opties. Ik zou de resolutie gewoon op 300 ppi houden. Dat betekent dat je model namelijk ook nog gewoon in kan zoomen op de foto's. En ook nog gewoon wat gedetailleerder kan kijken. En de JPEG kwaliteit die mag wel ietsjes minder, naar 90. Tussen 190, dat scheelt namelijk best veel. De kleurmodus is sRGB. En dan zeg je afdrukken naar bestand. En op het bureaublad maak ik gewoon even een nieuw mapje aan. Contactbladen. En die map selecteer ik. En Lightroom gaat vervolgens, zoals je bovenin ziet, aan het rekenen. En gaat gewoon netjes een afdruktaak voorbereiden en afdrukken maken. En als die dan klaar is, kijk ik in mijn bureaublad. En heb ik gewoon in het mapje vier bestanden contactbladen. Die anderhalf MB per stuk zijn ongeveer. De laatste is dan kleiner, omdat er ook minder foto's op staan. En als je daarop op dubbelklikt, worden ze geopend. En dat zou je model ook kunnen doen en kan inzoomen. En kan zo ook gewoon door de foto's kijken. En eventueel ook nog gewoon zeggen van hé, hey, deze vind ik leuk. Die wil ik gewoon hebben. Dan is het de kwestie van de bestandsnamen delen. En dan heb je voldoende informatie om aan de slag te gaan met afwerken. Tot zover. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.